Vandaag starten we met het 24ste seizoen. 26. Daar zijn we allemaal heel trots op. Op onze tuinen, op onze vrijwilligers, op de duizenden bezoekers die we hier jaarlijks zien. We hebben ooit een telling gedaan en we kwamen op 6000. En dat is alweer heel wat jaren geleden. Maar we zijn ook trots op jullie, dat jullie ieder jaar naar die opening komen. Dat jullie dat ook doen, dat is hartstikke fijn. Ik geef nu het woord aan wethouder Joost Hendricks. Ja, Dini, dankjewel weer voor de uitnodiging natuurlijk op deze prachtige dag. Dat is hij ook als het wat minder weer is. Maar nou al helemaal, het nieuwe seizoen van onze beeldentuin, eigenlijk de beelden en de heemtuin. Hè. Ik wil vandaag wat meer ingaan op het andere gedeelte, kom ik dadelijk op, het Kerkhofpark. Want we moeten die nieuwe naam even laten bezinken, laten indalen. Want er is ook een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. De paden in de tuin zijn gerestaureerd. Er zijn informatieborden geplaatst. Je kunt helemaal over hetzelfde pad van hier naar de Maas lopen. Het is een integraal geheel geworden. De informatieborden vertellen ieder voor zich het verhaal van de onderdelen van het gebied. De beeldentuin, de heemtuin, het pakhuis, de Calvarikapel en het Kerkhofpark. Het ziet er echt buitengewoon professioneel uit. En vooral dat laatste, dat Kerkhofpark, verdient inderdaad vandaag die bijzondere aandacht. Al in 2021 werd het idee geopperd om de voormalige begraafplaats van de Sint-Martinus-parochie een wat meer parkachtig karakter te geven. En daar waren die wandelpaden voor nodig. En er is ook een pleintje gerealiseerd, bankjes erbij. Met het realiseren van die herinrichting hebben we het, met z'n allen omgedoopt tot het Kerkhofpark. En is ook weer de Cultuurstraat verstevigd. Ook dat onderdeel, hoewel het natuurlijk al openbaar was, is nu nog kwalitatiever geworden. En hebben we hier natuurlijk een fantastisch gebied. De gemeente spreekt vaak over kerndemocratie en hoe belangrijk burgerinitiatief is. En vaak is de vraag, wat bedoelen we daar dan eigenlijk mee? Nou, dit. Dini zei het al een klein beetje, al die vrijwilligers die in al deze instellingen, zou ik zeggen, het hele jaar door actief zijn. Groot woord van dank namens de gemeente Land van Kuik, moet ik tegenwoordig zeggen. Want zonder die vrijwillige inzet, die vele uren, zouden we hier nu niet zijn. En is dit echt een bijzondere plek. Met zorg ieder jaar weer voorbereid voor het nieuwe seizoen. Het 26e seizoen. De tuin is weer ingericht, zodat ieder kunstwerk optimaal tot zijn recht komt. Trekt kunstenaars uit het hele land. We hebben het net gehoord. Ik blijf het iedere keer bijzonder vinden om te horen waar de kunstenaars vandaan komen. En dat wil niet zeggen dat als je met de fiets vanuit Haps komt, minder bijzonder bent dan uit Amsterdam, zo Akkermans. Want ook dat is natuurlijk een sprekend verhaal van een krachtige lokale kunstenaar. Ik moet het niemand noemen, maar ik doe het toch even. Waar het vrede is, wordt kunst gemaakt. En waar kunst gemaakt wordt, is het vrede. Het is niet vanzelfsprekend. We zien het iedere dag op het journaal. Maar zoals wij hier staan, zo vanzelfsprekend lijkt het voor ons, maar is het niet. Dini, namens de gemeente Land van Kuik, dank. En via jou wil ik graag een heel groot applaus voor alle vrijwilligers en kunstenaars. Dank jullie wel, dankjewel Joost. In onze beeldentuin staan ook diverse beelden die eigendom zijn van ons, van de gemeente Kuik, van de Bronschieterij Kemnap. Wij mogen die hier tentoonstellen, zorgen er goed voor en ook die voegen iets toe. Dat zie je altijd in het geheel, dat maakt de beeldentuin tot wat die is. Maar ook, we hebben hier dus iets van bijna 30 beelden staan. Louis bijvoorbeeld is een heel veelzijdig mens. En niet alleen als kunstenaar, maar ook als organisator. Hij geeft boekjes uit, een digitaal kunstbulletin, enzovoorts, enzovoorts. En Louis gaat dit jaar de column uitspreken.
Ja, dankjewel, Nini. Ja. Van nagellak via niets en kunst naar drie keer hoera. Dat is nog eens de titel, hè? Geboren en getogen in een groot Limburgs gezin gaat een van mijn vroege herinneringen naar het moment dat ik ongeveer op 8-jarige leeftijd mijn eerste echte tekening maakte met de nagellak van mijn zussen. Zij waren er niet blij mee. Ik heb 8 zussen, maar ze vonden het wel mooi. Vanaf dat moment ging ik tekenen en misschien is mijn creativiteit overwegend tot ontwikkeling gekomen dankzij een merendeel van de genen van mijn moeder die haar leven lang van alles creëerde. Kunst werd en is een passie in mijn leven geworden. Het komt dagelijks terug op diverse momenten. Ik wil iets maken, iets creëren, het liefst op een divers vlak. Tekenen, schrijven, beeldhouden, keramieken, werken met ijzeren mozaïek. Daarnaast maak ik samen met mevrouw Christa 4 maal per jaar een digitaal kunstbulletin, Kunstklik, dat inmiddels naar 100 e-mailadressen sturen en waarin we stilstaan bij kunst in die diverse vormen. En nu sta ik hier. Ik ga terug in de tijd. Eerst was hier niets. Er was alleen de grond en dat wat erop ging groeien. De grond waar we nu op staan. Toen kwamen de mensen en zeiden, ik neem deze grond. Dit is ons bezit. Dat wat van niemand was, maar ook van iedereen, werd hierdoor tot eigendom verklaard. De mensen gingen graven, ploegen, zaaien. Ze namen weg wat in hun ogen in de grond niet paste. Ze werden heer en meester. Ten slotte bouwden ze een muur. Er kwam een poort, zelfs een slot. Dit is van mij. En bij de gratie Gods mag er af en toe iemand binnen. En nu, zoveel jaren later, wordt deze poort gelukkig uitnodigend opengezet, zodat iedereen kosteloos kan binnenwandelen. Gisteren belde ik met mijn zus Margriet en vroeg haar, heb je nog nagellak? Het is nog steeds hetzelfde, jongen, zei ze. Je bent niets veranderd. Kom maar even langs, ik heb nog wel wat staan. En terwijl we koffie dronken, lakte zij een van mijn nagels. Hier is het voor bedoeld, zei ze, niet om te tekenen. Is dat zo, vroeg ik. Nou ja, misschien ook niet. Neem het potje maar mee en maak er nog maar een keer een tekening van voor mij. Maar weer terug naar deze plek. Kijk eens naar dat pakhuis hier, waar als je binnenloopt de kunst soms van de muren spat. Daar moet toch eigenlijk iedereen zo af en toe eens binnenlopen, denk ik dan. Het kan toch niet zijn, als je hier geboren en getogen bent, geen weet hebt van de beeldentuin, waar kunstenaars je uitnodigen te kijken naar dat wat ze maakten en waardoor je in een andere werkelijkheid belandt. Want ook dat is kunst. Wie fietst er aan de andere kant van de muur voorbij zonder af te stappen? En dan daarbij te vergeten dat in de heemtuin alles zo prachtig in bloei staat. Ik kijk naar het kerkhofpark en loop in gedachten over het pad langs de graven. Groet diegene die er rusten, waardoor ze even bij me zijn. Nu vraag ik jullie, kijk eens goed naar deze plek waar we vandaag met z'n allen staan. Er was niets. Maar we hebben er iets van gemaakt, waardoor we het alledaagse even achter ons kunnen laten. En dat is wat kunst doet. En deze plek kunnen we vandaag met z'n allen vieren, want het is misschien wel de mooiste plek in Kuik. Dus een 3 maal hoera met z'n allen. Hoera! 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 Dank jullie wel. De Maas.
de Cultuurstraat, Pakhuis, Heemtuin, Beeldentuin en sinds kort ook het Kerkhofpark. Dit is wat Kuik weer te bieden heeft dit jaar. En op een prachtige zonovergoten dag vandaag is de Beeldentuin 2023 weer geopend. Veel mensen die vandaag al komen kijken, op bezoek zijn. Er zijn 10 nieuwe beelden te zien hier. En er zijn ruim 10 beelden die nog een jaar mogen staan. Nou, het ziet er weer prachtig uit. En het is niet alleen vandaag geopend natuurlijk. Het hele jaar door, van 10 tot 5, kunt u hier de Beeldentuin bezoeken. En ik garandeer u, het is echt de moeite waard. Dus, bent u gewoon aan het wandelen, fietsen, winkelen? Kom eens even hier kijken, bij de Beeldentuin. Mooi hoor. Ja, en nu mag iedereen heerlijk rondlopen in deze prachtige zon, in deze mooie tuin. En u mevrouw, u bent hier ook. Ik ben hier te gast. Ik ben zelfs speciaal vandaag voor de uitnodiging gekomen. Ik heb een beeld hier staan en ik vind het ook heerlijk om hier te komen. Ik vind het heerlijk om nieuwe beelden te zien. Ik kan echt genieten. Deze kunstenaar ken ik, die woont in hetzelfde dorp als ik. En die heeft daar ook een heel mooi beeld staan. En ik heb vaker van hem werk gezien. En hij maakt, hij heeft zijn eigen stijl van beelden maken. Heel anders dan wat ik zelf maak. Ja. Maar dat maakt het juist zo leuk. Ja, want ik hoorde u al praten met iemand van de mooie vloeiende bewegingen. En nou ja, ik weet niet wat u allemaal zei, heel poëtisch allemaal. Maar u kunt er ook echt van genieten van de werken van andere mensen? Soms. En soms vind ik, ik hou van portretten boetseren. En ik heb een aap gemaakt die daar vooraan in de tuin staat. Die verwaande aap daar op die sokkel. Ja. Die heeft dus een aap met een menselijk trekje. En ik hou van de stijl van deze meneer, omdat hij het juist anders doet als ik. Zie je? Iedereen heeft zo zijn eigen stijl. Op een gegeven moment, als je vaker beelden van een kunstenaar ziet, herken je daar een bepaalde stijl in. Even naar uw eigen werk. Ja. Dat staat hier al een jaar, toch? Dat staat er een jaar en dat mag nu nog een jaar blijven staan. Ja. Ja. Hoe is dat? Fijn. Heel fijn. Ja, dat is echt tof. Je voelt je gewoon heel erg vereerd als je hiervoor gekozen wordt. Maar het is een hele mooie plek hier. Het is een combinatie van de kerk, een oud-Romeins gebouw, de Maas waar je nog uit kunt wijken. De Heemtuin die prachtig is, het Pakhuis. Ja, het is geweldig hier, het oude centrum. Ik vind het heel erg leuk en iedereen komt hier graag. Ja. We zijn even naar de verwaande aap gelopen, want ja, we willen hem nog even van dichtbij zien. Ja, hij ziet er ook wel super schattig uit, hè? Is hij wel verwaand? Ja, dat vroeg ik me ook af. Hij werd eigenlijk pas verwaand toen ik die hand zo eronder zette. En ik dacht, ja, op mij komt hij een beetje blij verwaand over. Net iets, ja, ik vond het wel passen. Ik vind hem prachtig. Ja, maar als iemand er alleen maar blij van wordt, omdat hij trots is op zichzelf, of omdat hij aandacht krijgt, is het ook goed. Maar het zit al een beetje van mijn gevoel in hier. Zo. Ik voel me ook heel erg blij. En een tikkeltje verwaand word je er wel van als je gekozen wordt als kunstenaar om hier te mogen staan. Ja. Nou ja, dan, het is ook een beetje een eer, toch? Echt wel. En er zijn niet zo heel veel beeldentuinen in Nederland die zo mooi zijn, zo leuk als deze. Nou, mensen die nog meer over u willen weten, die kunnen vast naar een of andere website. mariavandelaar.nl. Dankjewel voor je tijd. Alsjeblieft, graag gedaan. Ja, ik hou gewoon mensen aan die hier lopen. U staat hier bij de Transformation. Ja, maar dat wist ik ook niet. Dat moet ik lezen, want anders dan weet ik het niet. Nee. En, hoe vindt u het vandaag hier? Ik vind het voor een hele ontspannen sfeer. Heerlijk. Het weer werkt natuurlijk weer een keer mee, maar dat hebben ze meestal mee. Ik heb al heel veel bekenden gesproken. Ik zie er daar weer eentje staan. En dat is het. Op een of andere manier kom ik hier allemaal mensen tegen. Ja, zoals jullie, die ik ken. Ja, ja. Maar kijkt u ook wel een beetje naar de kunstwerken die er zijn? Ik kijk regelmatig. En niet regelmatig dat in tijd gesproken. Maar toch ook door het jaar heen loop ik hier rond. En dan kijk ik van wat is er, wat staat er. En ook met als ik familie of zo op bezoek ben en dan wil ik ze Kuik laten zien. En dan ga ik naar het museum toe en dan ga ik naar de tuin toe. Kijk. Want dit is wat Kuik te bieden heeft. Dit is zo mooi, zo rustig. Ja, dat is prachtig.
Daar dus ben genieten ik voor ja, u. Ja. Heel erg, ja. Dan laat ik u verder genieten. Ja, dankjewel. En dan even in een heel rustig hoekje van de tuin zit er een meneer gewoon even hier heel relaxed te zitten. Ja, lekker te genieten van het prachtige weer vandaag. En nou, we komen helemaal uit Friesland, zijn we hierheen gereden, want mijn moeder die heeft hier beelden staan. Ze heeft net de opening meegemaakt en nu even net een rondje door de tuin gelopen en nu even lekker genieten. Ja, en helemaal uit Friesland. Ja. Hoe vindt u het in Kuik? Nou, het is mooi en het weer helpt natuurlijk ook mee, maar er gaat natuurlijk niks boven Friesland. Uiteraard. Er gaat niks boven Friesland, maar in Brabant moet je wezen. Zoiets? Ja, precies. Ja, dat dacht ik. Ja. Uw moeder heeft hier een beeld staan? Ja, klopt. Helemaal in het begin. De Eva en Adam, die hebben jullie ongetwijfeld, nou ja, die valt direct op bij het begin. Dus, zeker, ja. Zeker. Met de dieren erbij, toch? Klopt. Ja. Het was altijd haar passie geweest en nu, nou ja, dan staat ze nu eigenlijk door heel Nederland heen. Dus dat maakt je wel ongelooflijk trots natuurlijk. Ja, een trotse zoon. Precies. Nou, ik wens je een geweldige tijd vandaag hier in het mooie Kuikse land. Dat gaat zeker goed komen. Goed zo, dankjewel. Ja, fijne dag. I'm going to go to the hospital.